Ik ben in Den Haag ook op een zoektocht naar een oud snoepwinkeltje waar ik vroeger kwam. En dat is in de buurt waar ik ben geboren. En ik ben nog een tijdje niet meer geweest. Dus ik ben heel benieuwd hoe het daar is nu tegenwoordig. En het winkeltje zag er toen zo uit. En ze verkochten daardoor ook kauwgom. Dat was speciale kauwgom. Dat was Bazooka Joe kauwgom. Dat was roze kauwgom. En er zaten ook van deze plaatjes bij, stripverhaaltjes. En die kon je dan sparen. Het leuke is dat je dan aan een wedstrijd mee kon doen en dat je de oplossing op moest sturen naar een adres in Den Haag. Ik ben heel benieuwd of ik dat winkeltje nog terug kan vinden. Als het menselijk lichaam aders kent waar het bloed doorheen stroomt, zo kent de stad de aders, de zogenaamde verkeersaders. En er zijn grote aders en er zijn kleine adertjes. Thank you.
Daar heb je een hondje. Ja, wat schattig. Klein. Ja. Ah, heb je een hond? Nee, ik zelf niet. Nee, nee? Oh. Nee ik nee. ook niet hoor. Mijn zus okay. wel mee. Oké. Okay. Je zus heeft een hond? Ja, mijn zus heeft een hond. Je zus is ouder of jonger? Ouder. Ja. Ouder? Ja, 4 jaar ouder. Ben je de jongste of de oudste? Ja. Ja, hoeveel kinderen zijn je ouders, zeg maar? Mijn ouders hebben 3 kinderen. 3 kinderen? Ja, dus ik heb nog 2 zussen. Oké. Okay. Maar ze, drie zussen dus, drie meiden. 2 zussen, ja, en ik dan, misschien ja. Meiden. Ja, oké. Okay. En ja, mijn vader die had 9 broers, of 8 broers. Zo, dus, want ze wilde een meisje hebben, heel graag. Ah, kijk. En, maar naar de 9e jongen, zeg maar, zijn ze ermee gestopt. Dachten ze, laat me zitten. Ja. Dat kan ja. niet meer gebeuren. Hoeveel kinderen wil jij? Nou, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ja, misschien 2, misschien 4. Ik zou geen ongelijk aantal willen, dat niet. Maar mm-hmm. ja, ik zou het niet weten. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Nou weer. Ik kom hier toevallig langs. Weet je misschien waar het monument voor dient? Of wie het is? Geen idee. Ik ben hier om God te zoeken. Ik zie daar wel staan een hele kreet. Geen idee. Ik weet dat niet wie het is. Wat is jouw naam? Mijn naam is Johnny Matti, geroepen door de Heer. En heeft u ook een bediening? Nog niet. Ik was een katholieke priester, maar ik moest de katholieke kerk verlaten. Ik weet niet waarom. Maar er is iets groters wat hij voor me heeft. Toevallig ben ik op weg naar de kerk waar ik vroeger altijd kwam. Ik heb nou niets meer geloofd, maar misschien kunnen we er even heen lopen. Dan kan ik u laten zien waar ik vroeger heen ging. Oké.